2 keer per week brengt de Kessler Stichting tassen met eten rond. Hallo. Goeiedag. Ik heb een tasje voor u. Dank u. Geniet ervan. De voedselbank is nou helemaal dicht, dus dit komt heel goed uit. Ja, dat vind ik wel waardeloos hoor, die periode. Dat je bijna niet eten hebt. Ik heb zelfs 2 dagen niet gegeten. Dus nou, we hopen dat u hier heel erg welkom. Heel erg welkom. Het is klein begonnen dat we bijvoorbeeld een gezin wat ineens hulp riep. We hebben niks meer in huis. Wat moeten we nu? Nou, zijn we een pakketje gaan brengen. En voor we het wisten hadden we echt 80 mensen die onze hulp hard nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank die nu dicht is. Mensen die al ziek en kwetsbaar zijn, die dus nu niet buiten de deur kunnen komen. En erger nog, die ook geen netwerk hebben. Dus doordat die mensen geen netwerk hebben, zitten ze vast. Wij kregen veel signalen van onze cliënten dat het uit de hand liep en dat ze echt hulp nodig hadden. Het eten wordt geschonken door restaurants en supermarkt Hoogvliet. Gelukkig krijgen we ook financiële donaties. Doneren mensen geld en dan kunnen we zelf boodschappen kopen. Je hebt ze allemaal boodschappen gegeven? Ik mis de voedselbank heel erg. En ik ben blij dat Kessler tenminste nog wat doet. Dat scheelt me, in ieder geval hongerlijden.